Goedemiddag bij weer een nieuwe live uitzending van het Hobbyjournaal. We gaan weer gezellig aan de slag vandaag. En deze keer met het DIY pakket van Facebook. Ik moest even naar Vincent kijken, naar onze cameraman, of ik het allemaal goed zeg. Want anders dan word ik weer gecorrigeerd. Vandaag hebben we weer het leuke pakket wat ik al de afgelopen week ook al heb laten zien aan jullie. Daar gaan we mee aan de gang. Nou, Vincent, laat nog even de artikelen zien die erin zitten. Er zit karton in. Glitterkarton zit erin. Een mooi paperpack. Daar zitten natuurlijk dice in. Ik zie al 30 mensen aan het kijken. Zijn gezellig. Ik moest nog even de groetjes doen aan de moeder van Annerie. Dus hierbij de groetjes. En er zitten knipvellen of stansvellen in. Dus die zijn makkelijk uit te drukken. En natuurlijk gestanste doosjes. Enveloppen. Natuurlijk, hoe heet dat? Van die foampetjes. Tekstjes. En prachtige pareltjes. Twee stuks, twee setjes. Dus daar kunnen we heel wat leuks mee maken. En natuurlijk niet vergeten het touw. Dat gaat Vincent heel gauw overheen natuurlijk. Het touw. En nou verder, ja, dubbeltouw. Nee, er zitten twee rolletjes touw in. Ja, en daar kunnen we natuurlijk prachtige creaties mee maken. En de creaties laat Vincent ook even zien. Dus hallo allemaal. Ik zie allemaal verschillende. Ik gezellig. Oh, leuk dat jullie er ook zijn. Nel zie ik voorbij komen. Leuk. Het is weer lekker gezellig op de Facebook Live. Dus we zijn weer gezellig aan de gang. Nou, dit zijn de creaties die we gaan maken. Niet allemaal vandaag natuurlijk. Want we gaan vandaag met de doosjes beginnen. Omdat, ja, dat is altijd leuk om een cadeautje te geven. Je kan er wat bonbonnetjes in doen. Je kan er een klein cadeautje in doen. En het leek mij leuk om daarmee te starten. En we gaan met het roze doosje starten. Want het roze en paarse doosje zijn nagenoeg hetzelfde qua formaten. Dus daar gaan we dan mee beginnen. Dus Vincent gaat zo even de camera in het statief hangen. En dan gaan we lekker van start. En ik heb nog de verloting die we natuurlijk vorige keer gedaan hebben. Met de restmaterialen van het vorige pakket. Ja, die ga ik natuurlijk ook nog even bekendmaken wie die gewonnen heeft. Dus Vincent, jij mag hem in de standaard hangen. Dan ga ik omlopen. Goed, Vincent die is aan minder standaard aan het hangen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb al een kopje thee gehad van Vincent. Dat is hartstikke lief toch. Dus ik ben al verzorgd. Kijk, hij geeft wel aan mij een kopje thee. Aan jullie geeft hij een virtueel kopje thee. Dat doet hij dadelijk wel met een smileytje of zoiets. Ondertussen ga ik natuurlijk ook even kijken naar jullie reacties. Dus dan moet ik even op mijn eigen mobiel. Kijk ik even naar de livestream. En dat is gelijk ook voor jullie. Als je de livestream ziet, je ziet hem voorbij komen. Klik dan op het filmpje. Als je op het filmpje klikt, kan je ook alle reacties zien. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Maar dan kan je ook op alle reacties zien. En dan kan je ook meekijken. Kan je de reacties van anderen zien. En Margaret, ja, hij geeft je een virtuele kop koffie of thee. Dus dat komt goed. Maar dan kan je ook alles zien en dan kan je ook reageren. Maar dan kan je ook de reacties van Vincent zien. Die af en toe voorbij laat komen in de reacties met linken en teksten en dat soort dingen. Dus deze zet ik alvast klaar. Dan kan ik in ieder geval ook meekijken. Ja. Volgens mij krijg je een kopje thee van Margaret. Dus, nou, we hebben natuurlijk vorige keer bij het laatste filmpje van het eerste pakket, hebben we natuurlijk een verloting gedaan. We hebben gevraagd of jullie met de restmaterialen iets leuks wilden maken. Nou, daar zijn best wel heel veel inzendingen opgekomen en het was ook wel heel lastig om uit te kiezen. Dus Margaret, ben er heel even, maar helaas heb ik zo'n afspraak. Oh, dat geeft niet, Margaret. Dan kijk je hem gewoon terug. Tuurlijk missen we je dan dadelijk wel, maar ja, in gedachten ben je er toch een beetje bij, toch? Hoe heet dat? En we hebben natuurlijk een paar winnaars getrokken. We hebben gekeken naar wat hebben jullie ingeleverd, wat heb je gedaan met het materiaal. En wat ik erg leuk vond om te zien was dat jullie met de restmaterialen, maar ook de gestanste randjes en dat soort dingen, dat je daar ook wat leuks mee gedaan had. En de eerste prijs, die krijgt dit 23-delig DIY pakket. Van Facebook Live. Die krijgen ze opgestuurd. Die gaan we vandaag opsturen naar je. En dat is Mariella Itman. Met dubbel N. Zij heeft de eerste prijs gewonnen. En zij had heel veel creaties gemaakt met het restmateriaal. Dus dat was erg leuk om te zien. Maar ook leuk hoe ze het allemaal verwerkt heeft. Dus die is voor Mariella. Dan gaan we naar de volgende. Die wint dit pakket. Dit is een Dottie Design Stitch pakket. Nummer 3. En die is gewonnen door Jessica van Vuren.
Jessica had ook een hele leuke, een leuk voorbeeldje gemaakt. En ja, dat was echt ook wel verrassend. Dus Jessica, deze komt naar jou toe. Vincent gaat jullie vandaag allemaal benaderen om, om jullie adressen allemaal te vragen, zeg maar. Dan gaat het vandaag, morgen op de bus. Afhankelijk van hoe snel wij jullie adres hebben. Dan hebben we nog de twee stencils. Dat was de derde prijs. En dit zijn hele leuke stencils die je met inkt en alles kan bewerken. Maar ook met pasta. Niet pasta vanuit de food sector. Maar pasta van die relief pasta. Maar ook glitterpasta. Dat soort dingen. Daar kan je allemaal heel mooi mee werken. Maar je kan er ook in met krijt, pastelkrijt in werken. Dus dat is erg leuk. Die zijn voor Joke Koren. Barmentlo. Joke Koren Barmentlo. Nou, Joke, deze komen dan jouw kant op. Dus ik hoop dat je het erg leuk vond. Nou, dat zijn dan de drie winnaars van de uitdaging, hè, dat we, ja, die we gesteld hebben de vorige keer. Nou was er eentje bij waarvan ik ook, die vond ik zelf ook wel erg leuk. Dus dat was ook wel een discussiepunt. Daar hebben we ook wel lang over gepraat. En ja, dat is Ria Engels. En Ria, vandaag wordt deze verstuurd naar de hobbywinkeliers. En ik vond die jou dus ook zo leuk dat ik gewoon besloten heb om deze alsnog ook beschikbaar te stellen. En deze komt dan jou op, Ria. Dus Ria, jij krijgt van mij, Ria Engels, die krijgt van mij deze. Vincent gaat jullie benaderen en die gaat met jullie contact opnemen om de prijzen op te sturen. Dus Ria, een extraatje voor jou. Goed, ik ga deze even opzij leggen allemaal. Deze hou ik wel even hier. Nou, vorige keer heb ik natuurlijk verteld wat er allemaal in het pakket zit. Nou, vandaag gaan we dit doosje maken. Daar gaan we mee aan de slag. Dus ja, kijk mee. Kijk ook achteraf de video nog een keertje na als het te snel gaat. Want kijk, wat voor de een te snel is, is voor de ander te langzaam. Dus ja, ik moet een beetje daar een middenmoot in vinden. Maar het voordeel is dus als je mij achteraf terugkijkt, dan kan je mij. Hoe heet dat? Dan kan je mij. Op stop zetten. Dat lukt nu niet natuurlijk, maar als je mij terugkijkt wel. Vincent, Sylvia vraagt, mogen we de kaarten die gewonnen hebben ook zien? Ik kan nog wel wat extra inspiratie gebruiken. Ja, dat gaat Vincent regelen. Ik krijg een hele grote duim. Dus Hetty Verschoor zegt, hoi Sanne, je hebt het daar maar druk mee. Ja, dat klopt. Het is best wel even pittig. Zeker ook omdat inderdaad Monique ook ziek is. Dus dan zitten we natuurlijk zeker op de redactie, hè, met het redactieteam en met DTP. Dat is onze dames en heren die alles opmaken. Ja, we hebben best wel even een pittige week, zeg maar. Maar dat geeft niet. We doen het met liefde. En het is voor ons altijd weer prettig. Zoals vandaag is de hobby en zo nummer 7. Die is hebben we klaargemaakt. Die is nu net naar de drukker. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel erg leuk. En daar hebben de dames van de DTP ook heel hard aan gewerkt. Dit doosje gaan we bewerken. Gaan we maken vandaag. Ik heb vorige keer ook al gezegd. Met de kaarten, daar is een leuk twistje mee. Omdat de kaarten, zeg maar, je kan natuurlijk dubbele kaarten zoals je normaal verzet, kan je natuurlijk opsturen. Maar het is allemaal extra ingewicht. We hebben gemerkt dat ook daarin natuurlijk de posttarieven steeds hoger worden. Ja, en alles wat je aan het verzenden uitgeeft, kan je natuurlijk minder uitgeven aan hobbymateriaal. Dat is gewoon zonde. Dus wat heb ik gedaan met deze kaarten, en dat is voor allemaal, is dat ik enkele kaarten gebruikt. En ik heb er een standaardje achter gemaakt. Dus zoals jullie kunnen zien, heb ik gewoon een strookje gedaan. En daardoor blijven de kaarten gewoon staan. En heb je een enkele kaart. Waardoor je ook zuiniger om kan gaan met je materialen. Met je kaartkarton bijvoorbeeld. Dus dit is een trucje. En dat zal ik dan de volgende keer in de video ook laten zien. Wat de maten zijn en dat soort dingen. Dus dat krijgen jullie de volgende keer te zien. Maar daardoor, ik wilde even laten zien. Dat we een speciaal trucje ermee gedaan hebben. Zodat je een enkele kaart kan versturen. En dat is zeker in België en in het buitenland. Waar dan de posttarieven nog duurder zijn dan bij ons. En ook op formaat gaan. Dan is dit altijd een handig trucje. Goed, vandaag gaan we beginnen met deze. Daar hebben we natuurlijk voor nodig. Een gestanst karton. Die zit in je doos. Of in je box. Ik zal het netjes noemen. In je box. En het weegt inderdaad minder, Marker. Dus daarom doen we dat. Want het scheelt gewoon een hele dikke laag karton. Nou. Dit is zo gemaakt dat je het in principe kan uitdrukken. Maar ja, ik vind, als je het uitdrukt, hè, dat heb ik ook wel eens met die push-out vellen, dan krijg je die harretjes, aanhechtingen, dat kan nog wel eens gaan pluizen of gaan scheuren. Dus vandaar dat ik ze altijd eventjes lossnij.
En wat er omheen zit, bewaar dat alsjeblieft. Heb ik in de vorige filmpjes ook gezegd, gooi het niet weg. Want die hebben we echt nodig vandaag. Nou, als je het een beetje optilt, dan kan je ook zien waar de aanhechtingen zitten. Dus hou dat even in de gaten. En op zo'n plaat, want dit is een plaat die gestanst wordt in karton, daar zitten snijlijnen en rillijnen. Die snijlijnen moeten natuurlijk dieper geduwd worden als de rillijnen. En dat is altijd een beetje zoeken naar de juiste balans. Daardoor kan het zijn dat de rillijnen niet altijd even scherp, zeg maar, gerild zijn. En dat kan ook te maken hebben met het eerste stuk karton wat gedrukt is of het laatste stuk karton. Daar zit ook nog verschil in. Dus. Daarom gaan we dadelijk de lijnen nog even extra aanzetten, de rillijnen. Zodat we dadelijk gewoon een mooie scherpe rillijn hebben, een scherpe vouw. Ik doe ondertussen gewoon alles lekker uitsnijden zo. Even een mesje iets langer maken. Ik gebruik hier zelf graag afbreekmesjes voor. Voor kleine details gebruik ik het Hobby Journaal mesje. Dat is natuurlijk dit mesje. Maar dat is handig voor 3D plaatjes of voor kleine details, hè. Dan kan je dat daarmee uitsnijden. Maar nu gebruik ik hier gewoon een afbreekmesje voor. Oh, lekker Vincent, thanks. Oké, ik knap ze er altijd uit. Heb je ook geen knipsen of knapsen? Lieneke? Nou, dat zei, hoe heet ze? Jacqueline Pannekoek zei dat natuurlijk ook. Je kan het natuurlijk ook wegveilen, hè? Nou, hier zo. Je ziet, ik heb hier nog wat materiaal over. Dit is erg leuk als rillandje. Ja, als een randje langs je kaart. Maar hier, als je dit recht afsnijdt, heb je dus een labeltje. Dus dat gooi dat nou niet weg. Want dat is dit labeltje wat ik hier op heb zitten. Zit hier zo'n labeltje. Nou, dat heb ik dus hier uitgehaald. Hier zo. En als je aan de andere kant kijkt, hier zit een klein labeltje. Ja, dat is deze. Dat heb ik hier uitgehaald. Dus. Nou, dan gaan we even die tussenstukjes eruit snijden. Het enige wat ik echt vergeten ben, maar dat doet Vincent misschien dadelijk nog wel even halen, is een perforator. Want ja, ik gebruik altijd wel een perforator, maar dat kan ik voor de gaatjes van de label kan ik dat doen. En misschien dat of Annerie of Femke, in wie ze dan ook op dat moment aan het kijken is, er misschien even eentje wil brengen. Dan zit in mijn laag. Dus mocht je zin en tijd hebben, dan, en anders dan halen we hem dadelijk wel hoor. Dan loopt Vincent zo even naar beneden. Ook deze even goed uitsnijden. Even de harretjes los, hè. Zo noemen wij die dingen, die harretjes. Dat zijn de aanhechtingen, zeg maar. Zo. Ook hier zo. Goed even lossnijden. Oké, we hebben geen andere reacties nog. Inderdaad, goed voor België. Ja, dat klopt. Inderdaad, als je dan die kaarten wat lichter maakt. Dat scheelt dan echt een Marianne Design bijvoorbeeld. Die doet dat ook heel veel. Die levert ook heel veel vaak voor de Hobby Journaal de enkele kaarten aan. Ja, ik vind het gewoon heel slim, want het scheelt echt gewoon een hoop in je gewicht ook. Dus en zeker als je dan een standaardje erachter zet, waardoor die toch kan staan, zeg maar. Dan. Ik zie Vincent dan naar beneden rennen. Kijk, die gaat al de perforator halen. Goed. Dan gaan we. Oh, deze valt om. Dan gaan we even de lijnen nog even extra rillen. En dat doe ik eigenlijk gewoon met een embossingpen. We hebben bij het Hobby Journaal hebben we vrij pennen met een vrij dunne punt, zeg maar. Dus daar kan je dat heel goed mee doen. En omdat hij zo fijntjes is, hè, dus niet zo'n dikke kop, dan hoe heet dat? Krijg je gewoon een scherpere lijn. Zo, deze even. Hoppa. Zo. Nog een keertje. En dan nog eentje. Ja, dit is een erg leuk doosje. Wat ik vorige keer al zei, je kan ze ook aan elkaar plakken. Dus dat je niet twee losse doosjes maakt, maar één groot doosje. Zal zo even laten zien. Deze moet even netjes rillen. Zo. Kijk, als je deze doosjes zeg maar aan elkaar plakt. Voordat je gaat decoreren en je doet een designpapier over de hele lengte, dan heb je gewoon natuurlijk een doosje die aan elkaar zit. Dan heb je een toffee-doosje, dus dat kan natuurlijk ook. Je kan ze ook gewoon bij elkaar gebruiken. En dus bijvoorbeeld ook erg leuk als je een doosje maakt voor een tweeling, is dat je in elk iets een apart cadeautje doet, maar dat ze toch bij elkaar zitten. Dus dat is wel een leuk twistje wat je kan doen, zeg maar. Nou, deze hebben we gereeld.
Dan gaan we naar deze. Deze even netjes. Moet hem wel even goed leggen, anders krijgen we daar een schuin doosje. Zo. Nog een stukje bij. Zo. Hoppakee. Nou, in het midden zit nog een rillijn, dus die pakken we ook even mee. Zo. Hier ook. Nou, Vincent die komt alweer binnen denderen. Je schrikt er gewoon van, hè? En je was hem al vergeten, hoor ik. Nee, want die hoef ik niet voor mijn doosje te hebben. Dus, maar het is wel lief. Wel lief. Nee. Want ik heb vandaag alleen de doosjes, dus ik werk uit het pakketje. Dus, misschien dat ik die voor... Die ben ik van de week vergeten te vertellen. Maar die heb ik nog laten zien. Want die heb ik nog uit mijn doos gehaald, zeg maar. De perforator is er. Dus... Dan gaan we deze nog even... Maar dankjewel Annelie, want Annelie is ook aan het kijken. Dus, en Annelie de moeder zou eventueel meekijken. Dus mam, wel meekijken. Hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Dus. Zo. Hoe heet de snij- en embossingmachine die je steeds hebt gebruikt? Ik ben toe aan een nieuwe machine. Ja, Ria Engels. Jij hebt trouwens een prijs gewonnen, hè, Ria Engels. Ik gebruik de Power Cut en Embossing Machine. Dat is een elektrische stansmachine. En hoe heet dat? Ja, daar werk ik graag mee. Dus. Ik bedoel het hobbyjournaal schaartje. Die is voor mij meer dan goud waard. Ja, dat schaartje dat is echt dat is ook voor mij hoor. Dat is echt mijn favoriet, zeg maar. Lekker fijn schaartje, waar je goed mee kan knippen. En ja. Handig ook vind ik zelf dat die afdekdopje, dat erbij zit, zo'n afdekdopje. Want ja, dan kan je ook nooit per ongeluk ingrijpen hier. Ik denk de Co-Power. Nee, ik heb de Power Cut en Embossing Machine. Misschien kan Vincent een link in de benodigdheden zetten van Couture Creations. Dus het is een elektrische machine. Ja, ik moet zeggen, ik vind hem zelf wel heel fijn. Zo, dan heb ik ze allemaal gehad. Ja, die heb ik gehad. Oké, okay. Nou dan gaan we vouwen. En omdat je nu natuurlijk die vouwen even extra aangezet hebt, dan kan je wat scherper vouwen. Zo. En deze vouwen even om. En deze vouwen om. Nog niks vastplakken. Want je kan beter alle elementen er eerst opplakken en dan daarna als laatste dicht doen. Zo. Maar zo weet je wel wat de vlakjes zijn die je moet hebben, zeg maar. Zo. Even goed vouwen. Dit kan je natuurlijk ook met een vouwbeen doen. Dan heb ik de mijne. Ja, ik heb deze bij me. Maar je kan het natuurlijk ook met een vouwbeentje doen. En deze. Even kijken, waar zit die? Hij zit hier. Altijd even voorzichtig aanvouwen. En ik doe nu echt alleen maar even die vouwen alvast. Alvast zeg maar eventjes de vouwlijnen wat scherper maken. Zodat ik dadelijk ook precies weet. Als ik ga plakken, waar ik de kartonnetjes moet plakken, zeg maar. Nou, doen we nog een keertje. Dan doen we deze. Ook hier zo. Even goed op die vouwlijnen. Nou, dat is wel leuk dat er nou een doosje in die box zit, zeg maar. Dan dat heb je ook eens een keertje een ander dingetje. Een mal van die ik nu aan het vouwen ben. Nee, daar is geen mal van. Dit is gewoon een gestanst boxje. Hebben we hem in een boek zitten. En dat zijn de boxcards. Welk nummer weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar daar kunnen we nog wel achter komen hoor voor je, Jerona. Maar we hebben er geen mal van. En hij zit natuurlijk in het pakket. Dus ja, dat is een beetje... je krijgt hem gewoon in het pakket erbij, zeg maar. Ik ben net weer terug om de perforator te halen. Wat bedoelt u? Waarvan bedoelt u? Ja, okay. Ja. Dus, ja, ik ben gek op roze, dus vandaar ook een roze perforator, hè. Moet wel alles een beetje in dezelfde stijl houden. Goed, dan gaan we naar het designpapier, want we gaan designpapier uitzoeken. Zo. En we gaan werken met, even kijken hoor, ja, met dit papiertje. Dit is papiertje, ik had van de week alle papiertjes al voorbij laten komen. Maar we gaan werken met dit papier.
Nou, die zijkanten zijn niet gelijk. Dus als je gaat werken, en ik zelf doe het altijd 0,5 centimeter minder als wat de maat is. Maar wil je dat natuurlijk iets minder doen, wil je 0,3, dan kan dat natuurlijk ook. Ik heb deze is 6 centimeter bij, en dan moet ik even kijken, bij 6,3. Dus als je dan 6 centimeter hebt, dan moet het ene kantje, ik zal even een papiertje pakken. Even kijken, ik heb hier een pen. Het is altijd makkelijker als je een papiertje hebt, dan kan je het altijd even opschrijven. Dus als ik het nu zo heb, zo, dan is deze 6,3 en deze is 6 centimeter. Dus als ik nou een stukje designpapier voor de in wil hebben, dan is deze, die wordt, ja, in mijn dingen wordt die 5,5. Omdat ik altijd een halve centimeter naar binnen ga. En deze die wordt dan 5,8. Dus ik moet nu 4 vlakjes snijden met deze maten. 5,5 bij 5,8. Dus dat gaan we even doen. Zo. 5,5. En normaal kan je dat ook met een snijapparaat doen, hè? Als ik voor de tractatie wil maken in een klas, heb ik wel heel veel pakketten nodig. Ja, als je dat met dit doet wel, want hier zitten maar 2 doosjes in. Goedemiddag Mario. Maar als je, ja, ook met de boxkaart, daar zit er ook maar beperkt in. Dus, dus ja, dan wordt het wel wat lastiger, zeg maar. Dus dan is dit niet geschikt voor tractaties te maken, zeg maar. Kan ze de lobby niet overnemen op het patroon? Nee. Ja, wel vanuit de box. Dus als ze de box hebben, kan ze het patroon van dat boxje natuurlijk overnemen. Dan kan je dan natuurlijk op ander karton overtrekken, zeg maar. Dus dat zou wel kunnen. Nou, dit is in ieder geval 5,5. Hoppa. Bij 5,8. 5,8. Zo. Even zorgen dat het netjes recht is. En nog een keertje. 5,8. 5,8. Zit ik nog een beetje in beeld hier? Ja. Even kijken. Zijn er nog reacties, Vincent? Ik heb alles beantwoord nu. Oké. Ja, Vincent zit klaar voor jullie vragen. Hè? Dus als je vragen hebt over producten of over andere dingen, kan je dat ook bij Vincent. Vincent die kijkt ook gelijk mee. Nou, hier hebben we dan deze. Zo. En deze. Als je nou dadelijk dat boxje in elkaar gaat zetten. Doe dan alsjeblieft dat met een sticky tape. Of in ieder geval een sterk klevend tape. Want je hebt namelijk. Je wil natuurlijk niet dat dat boxje straks uit elkaar valt. Dus als je dat in elkaar zet. Doe dat dan gewoon met een goede tapesoort. Je hebt verschillende goede stevige tapen op de markt. Maar dit soort tape met zo'n papieren achtergrondje of zo'n wit achtergrond is wat minder klevend. Dus ja, gebruik dan de sticky tape of zelfs, er is ook zo'n blauwe variant. Dus gebruik die dan. Ik ga dit nog even verder afmeten. Dus ondertussen vreubel ik gewoon gezellig door. Hey, hij zit wel heel erg uit elkaar. 5,5 en ja, dat zit toch goed, 5,5. Even kijken. Nou, ik heb het idee dat die aardig schuin zit. We gaan eventjes nog een keertje. 5,5. Die klopt bij 5,5. Ja. Hij klopt. Meten is weten, zeg ik altijd. Dus ja, je kan beter 3 keer meten als in 1 keer. En dat die dan te veel is. Maar dit klopt. We gaan gewoon even kijken. Ja. Soms dan doe je ogen net bedriegen. Ik heb de laatste tijd steeds mijn bril op.
En als ik dan mijn lens in doe, dan heb ik altijd het idee dat ik een beetje schuin kijk. Maar hij zit goed. Hij zit netjes. Dus het is toch een beetje 5,8 centimeter. Hoppa. Hier zo eentje. 5,8. Even kijken. Wanneer komt het 3 boek uit? Nee, het 3 boek uit. Of is het een 3D boek? Of, even kijken, Anita, wat bedoel je? Misschien kan Anita nog even verduidelijken wat ze bedoelt. Ik heb al een paar doosjes gemaakt met dit als mal. Ook leuk om met designpapier te maken. Ja, dat klopt. Alleen dan designpapier is natuurlijk wat minder stevig als karton. Dus dan, of je moet echt dat 30,5 bij 30,5 karton hebben. Dat, of designpapier, dat is vaak ook wel wat steviger. Maar in de blokjes is, zeker van ons, is het toch een ietsje dunner papier dan bijvoorbeeld karton. Want karton is natuurlijk een stuk steviger. Even kijken hoor. De rode is ook vast. Ja, nou dat is die sticky tape. Dat is deze. Die is inderdaad ook. Deze is dus is echt hele sterke tape. Kijk hem later even terug. Is goed hoor, Harriet. Dan kijk gewoon lekker wanneer jij tijd hebt. En dan kan je gewoon ook stap voor stap met me meewerken. Zo. Nou, ik ga ze een beetje zo doen. Hoppa. Zo, en de laatste. Nou, deze gaan we vast vastplakken. En dan hebben we hier ook nog bovenop. Kijk, als je goed kijkt, heb ik hier bovenop ook strookjes gedaan. Dus die gaan we ook even maken. Dus dan draai hem even om. En die strookjes die zijn, en dan, ja, het is eigenlijk niet heel moeilijk, maar ongeveer zo'n 2 centimeter bij, en dan ga ik even kijken, 5, kijk hoor. Hier is, ja, zo'n 6, moet even nadenken hoor. 6 bij... Even kijken, hoe zit ik nou goed? Ja. Dus deze moet ook op... ja, 5,5. 5,5 bij ongeveer 2. Dus dat gaan we even doen. Dus even natellen. Even 2 centimeter. Nou, het voordeel van mijn liniaal is dat ik hier een grid op heb zitten. En elk stukje is 1 centimeter. Dus ik kan gelijk 2 centimeter pakken. Dus dat doen we dan zo. Even zorgen dat hij netjes recht is. 2 centimeter. Hopsa. Dat is deze. En dan hebben we dezelfde maat als deze. Nou, dat kan je afmeten, maar je kan hem ook gewoon zo op deze manier eventjes... Hoppa. Kijk, dat je hem gewoon hier zo eventjes afmeet. En zeker als je het hieronder doet, dan heb je hem altijd recht. Zo. Hupsakee. Zo. Kijk, en dan past dat heel mooi. Zo, hier zo. Dan heb je een mooi randje. Nou ja, daar heb je er natuurlijk een paar van nodig. Dus ook die. Even meten bij elkaar. Zo. Ook deze even snijden. Facebook, ja. Goedemiddag, kijk hem later even terug. Anita, ja, Facebook. Ik zit ondertussen ook jullie reacties te lezen. Hè? Dus ik ben gelijk aan het kijken wat jullie ook schrijven. Nou, even deze opmeten. Deze is iets meer dan 2 centimeter, dus je moet een klein randje af. Klein beetje hier, klein beetje daar. Nou, beneden zijn ze ondertussen alweer druk bezig om de bestellingen in te pakken voor de winkeliers. Want ja, vandaag is de hobby en zo uitgekomen. Dus ze zijn druk bezig om, de hobbyzine. Hobbyzine is uitgekomen, dus daar zijn ze druk mee bezig. Dus het is
Dus gewoon met 5, 6 man zijn ze, nou ik geloof wel meer, hè? Ja, meer. Ja, meer. Hard gewerkt. Ja, een stuk of 8 denk ik, dat ze aan het lopen zijn om de bestellingen te verzamelen. Zodat het vandaag allemaal nog naar de winkeliers kan, zodat het gewoon morgen gewoon ja, in de winkels ligt. Maar ja, dat hangt ook een beetje van de DTP af. Of de DTP, van de DPD, sorry. En van de post natuurlijk, want ja, ook daarin merken wij ook wel dat er vertraging in de post is. Want ja, ook daar zijn natuurlijk zieken. Dus ook daar, dat loopt ook wat minder allemaal. Goed, nou dan gaan we deze even vastplakken. En dat kan je wel gewoon met deze tape doen. Daar is dit deze tape. Want weet je, ja, je hebt natuurlijk verschillende tapen voor verschillende materialen en verschillende toepassingen. Nou ja, goed, het originaal tape kan je gewoon hiervoor gebruiken. Dat werkt. Ik zou wel, als je dit doosje maakt met die glitter karton, doe daar altijd even een extra drupje lijm op je elementen die je erop plakt. Zoals bijvoorbeeld het 3D-plaatje. Want dat glitter, dat zorgt er ook voor dat je een oneffen ondergrond hebt, waardoor die niet altijd goed vastplakt. Ja, post is zeker 4 dagen later. Ja, dit is gewoon een liniaal die ik van mezelf heb. Dit is van privé. Een hele oude liniaal. Daar zat zo'n snijmesje op, dat je hier langs kon snijden. Maar hier zit er gewoon, hoe heet dat? Zit een raster op. Maar ik weet dat ze van Doecraft hebben ze deze ook, van X-Cut. Misschien kan Vincent die even opzoeken en dan een linkje in de reacties doen. Want van X-Cut hebben ze ook. Dus dan heb je niet dat, ja, die balk erop, zeg maar wel dat grit. En die zijn ook wat handzamer, want dit is best een lange. Dus ze lopen ook iedere keer, als je hem weg moet zetten, dat hij in de weg staat. Fijn, hebben ze ook allemaal. Ook de kranten van het Hobbyjournaal. Ja. Ja, het is een leuke, de hobbyzine en zo is een leuk ding om ook te verzamelen. Want ja, het is ook vol met inspiratie. Mooie grote foto's ook. Zodat je de kaarten goed in beeld ziet. Dus kijk, bij het Hobbyjournaal heb je natuurlijk al grote foto's. Omdat het natuurlijk ook een grote krant is. Dus ja, dan zijn de foto's al wat groter. Maar het is op krantenpapier. En daardoor zijn de kleurtjes soms nog wel eens anders dan in het echt. En bij de hobbyzine, dan heb je dat natuurlijk niet. Dan heb je gewoon prachtige, mooie, glossy foto's. Dus dan... dan heb je dat gewoon mooi. Nou, ik ben ondertussen gewoon Iepke Stellingwerf Altena, die is er ook. Wordt weer leuk om te maken. Ja, dit is zo'n leuk pakketje ook, dit. Had je nog de liniaal gevonden? Nee, ik ga niet. Vincent is aan het kijken. Nee. Dus. Ja, en er is één ding wat we niet in de hand hebben. Dat is natuurlijk het bezorgen van de post. Dus ja, ook bij de winkeliers... He, die werken heel keihard om allemaal voor jullie alle materialen in huis te krijgen. He, de winkeliers die doen hun best. Dus ja, als het even ietsje langer duurt, daar kunnen hun niks aan doen. Wij kunnen er niks aan doen. En soms is het gewoon overmacht. En ben je gewoon afhankelijk van derde partijen. Dus hobbyzine zit er dan ook knipvel of mal bij. Ja, er zit, in de hobbyzine zit altijd een grafisch die. Zal ik even pakken. Daar is die aanleggen op de grond. Netjes op de grond. Er zit altijd zo'n gratis die bij, een goodie die. En er zitten inderdaad 4 knipvellen zitten erbij. Dus die krijg je altijd gratis bij. Die zitten zoals dat zit hier. Ik weet niet of je het helemaal kan zien in beeld. Maar die zitten er altijd bij. Dus. Nou, dan gaan we deze erop plakken. Hoppakee. Zo. Dat is 1. Even kijken hoor. Ja, zomaar. Even kijken dat hij in het midden zit. Zo. Nou, dit is gewoon zo'n leuk dingetje om te maken. Omdat hij eigenlijk heel simpel is als je de maten goed hebt. En dan kan je zo verder. Zo. Nog eentje. Even kijken hoor. Moet zijn hobbyzine. Ja, de hobbyzine. Kan dit ook via een abonnement voor België? Nee, de hobbyzine kan dat niet. De hobby en zo wel. Maar voor België weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Ja, ik hoor dat wel. Dus de hobby en zo kan dan wel. Hobbyzine nog niet.
Maar daar zijn ze wel over aan het nadenken. Dus. Jammer dat de bewaarmappen niet meer te verkrijgen zijn van, het hobby, van de hobbyzaken. Was erg handig op de weg. Ja, dat klopt. Maar het was op een gegeven moment moesten we een keus maken. Tussen of het hobbyjournaal iets vergroten, waardoor er gewoon ook veel meer creaties in konden. Of inderdaad... ja, of inderdaad met die opbergmap, want daar zitten wij, zaten wij ook mee hoor. Maar om, hoe heet dat, ja, de hobbyjournaal, dat, ja, we willen er gewoon heel veel in hebben. We willen gewoon heel veel laten zien aan jullie. En ook grotere creaties laten zien. Want soms zijn de creaties heel uitgebreid. Dan hebben ze soms wel een creatie met 2 of 3 flappen die open gaan. Nou, dat is op zo'n grote pagina natuurlijk veel mooier om te laten zien. Ik zag iets van, even kijken hoor, van Doecraft is er de X-Cut Mount Cutter set. Echt een topding, hier zit ook een mesje bij. Hier staat ook die lineaal, die, ja, daar zit ook die lineaal met dat grit op, zeg maar. Dus, Mieke geeft niet, een beetje laat, je kan altijd nog terugkijken natuurlijk. Dus, nou ja, ook in dit verhaal, als jullie de filmpjes liken en een duimpje geven of een hartje... mag ook allebei natuurlijk. Dan komen we bij Facebook hoger in de ranks, in de statistieken. Waardoor ook we een groter bereik krijgen. Niet alleen wij, maar dat je ook bij jullie op de tijdlijn eerder te zien zijn. En dus ja, zeker als je met veel groepen bent aangesloten, dan is het altijd wel handig om de groepen die je echt, echt, echt super leuk vindt, om die gewoon extra duimpjes en likes te geven. Zodat die ook gauwer te zien zijn op je tijdlijn. En dat Facebook's die ook langer in je tijdlijn laat staan. Want soms, ik merk zelf ook, ik ben ook met heel veel verschillende groepen aangesloten. En dat gaat best snel soms. Dan mis je gewoon de helft van de groep van hun content wat ze erop zetten. En dat is zonde. En ja, er zitten best leuke dingen bij. Goed, laatste randje erop. Even kijken hoor. Kan je in Nederland ook een abonnement op de hobbyzine nemen? Nee. Nee, dat kan nog niet. Ze zijn wel over aan het nadenken, maar dat is nog niet zeker. Maar je kan altijd met je hobbywinkelier even een afspraakje maken. Er zijn er genoeg. Ja, mijn thee wordt koud. Dankjewel. Er zijn er genoeg die, hoe heet dat, die, daar, die dat wel doen. En dus zo. Nou, we zijn nu zover. Nou, wat ik al zeg, we gaan even het labeltje uitsnijden. Ja, en dat labeltje, die komt gewoon hieruit. En dat is gewoon heel grappig. Ik bedoel, je hoeft niks weg te gooien. Je kan alles nog bewaren. Zo, even een stukje opzij. En dat is het mooie van die lineaal met dat grid. Want nu kan ik gelijk zien of ik recht zit of niet. Zo. Even langs mijn lineaal. Ik doe hem gewoon langs die lijn van, het, van dit stukje. Oh, van dit stukje lijn ik hem gewoon op. Dus ik leg mijn lineaal hier recht. En dan hier langs. Zijn. Ja. Hanna de Boer vraagt wat de maat is van de stroopjes. Van de stroopjes. Even kijken hoor. Zo, dat is 1 labeltje. Ik had die net vermeld. Die zijn 2 centimeter bij 5,8. Of 5,5 in dit geval. 5,5. Ja. Dus. Dus 2 bij 5,5. Dit is het labeltje dat ik uitgesneden heb. Dan pakken we dat kleine labeltje ook gelijk even mee. Zo. Hupsakeetje. Kijk, en hier heb je ook weer een heel dun strookje hier zo. Wat je bijna, ja, als je heel goed snijdt, kan je het ook natuurlijk zelf snijden. Maar ja, dit krijg je bijna nooit zo recht. Dus dat kan je ook altijd nog gebruiken als een extra randje op je kaart bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft, je kan alles gebruiken. Niks weggooien, doodzonde. Even kijken hoor. Deze netjes zo. Nou, dan zie je al dat je eigenlijk al gewoon 2 hele leuke labeltjes hebt. Gewoon puur uit het restmateriaal. Dus dat zou zonde zijn als je dat weggooit. Want ja, je hebt alweer 2 labeltjes zo. Even kijken. De labeltjes. Ik heb hier gewoon een stukje designpapier opgeplakt. Eigenlijk gewoon op deze manier. Gewoon zo. Dus dat hoef je niet eens op te meten. Je kan hem er gewoon opplakken. En dan uitknippen. Dus dat gaan we ook even doen. Even zo. Een stukje hier zo. Oké. Nou, dan wil ik
wel een bloemetje erop, dat je een bloemetje ziet. Zo. Nou, dan snij je dit even uit. En dan heb je alweer een leuk stukje. Dan hebben we een touw nodig. Dat is deze. En daar hebben we een klein stukje voor nodig. En dan doe ik even een leuk trucje. Moet even kijken. Even het schaartje pakken. Zo. En dan ga ik eigenlijk een heel dun strookje snijden. Of knippen. Heel dun. En dat kan je natuurlijk ook snijden. Je kan het ook op bakpapier plakken. Dat dubbelzijdig tape. En dan op bakpapier gewoon heel dun randje snijden. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, ik heb nu even geen bakpapier bij me. Deze plak ik even hierop. En deze doe ik hier langs. Nou, te veel snij je natuurlijk weer af. Zo. En deze dan even dubbelzijdig tape loshalen. Een stukje touw erop. En dan blijft het altijd gewoon netjes zitten. Als je het aan de achterkant gaat vastknopen, dan wil dat niet altijd mooi blijven hangen. Dus dan wil het nog wel eens verschuiven en dat heb je nu niet. Nou, dan natuurlijk de perforator. Die had ik ook hier. Ja, ik haal altijd de achterkant eruit. Zo. En dan gaan we gewoon een gaatje prikken. Ongeveer in het midden. Nou, hij zit uit het midden, maar dat geeft niet, dat zie je daar toch niet meer. Dan doe je een klein beetje van een touw. Een klein stukje. Zo, die leg je naast elkaar, de groene en de roze. Ik kijk echt van allerlei soorten lives de laatste tijd. En ik vind het echt leuk om te zien hoe iedereen zijn eigen manier van werken heeft. Ja, dat klopt. Iedereen heeft zijn eigen manier. Iedereen heeft ook zijn eigen materialen om een live te maken. Want dat is natuurlijk ook nog een dingetje. Dus even kijken, ik ga hem zo doen. Zo. Nou, ik heb nu een stukje touw. Ik heb gewoon dubbel gevouwen. En dat ga ik er even doorheen werken. Kijk, en iedereen die de live is eigenlijk ook. Kijk, er waren natuurlijk al heel veel mensen die lives maakten, zeg maar. Maar het is de laatste tijd wel heeft het een vlucht genomen. Ja, ook mede door de corona natuurlijk. Maar ja, we willen gewoon graag niet alleen onze producten laten zien, maar ook inspireren. En dan is het gewoon leuk om zo'n live te maken, zeg maar. Nou, dit is dan één labeltje. Daar kan je straks nog van die plakpareltjes op doen. Dan gaan we even naar het andere labeltje. Nou, daar heb ik gewoon een strookje op gedaan. Dan heb ik hier nog een strookje over. Die kunnen we er gewoon op plakken. Dus daar hoeven we ook niet heel moeilijk over te doen. Dus ik doe gewoon even wat tape erop. Ik hoop dat het allemaal een beetje in beeld is. Gebruik je wel eens pasteltinten? Ja, ook. Kun je ons vertellen wat er allemaal in de nieuwe box zit? Ja, daar is al een filmpje van. Jenny, als je dat zou willen zien, dan moet je heel even kijken. En ook aan het begin van dit filmpje hebben we het ook nog even voorbij laten komen. Dus ik zou adviseren om straks, als de live klaar is, om nog even terug te kijken naar het begin van de live. Want daar komen alle materialen voorbij. Dus dan kan je het ook zien, Jenny. Deze weg, hoppa. Goed, ook hier dan even een gaatje inponsen. Deze zit netter. En ook hier doen we een stukje lint of een stukje touw aan. Zo. En we gaan hier een vlindertje op maken. Nou, op die boxjes, als je daar in 3D op gaat werken, dan wordt het vaak heel dik en heel erg, zoals ik het dan noem, bulky. Hè, heel erg grof. Dus werk ik de 3D plaatje niet op. Dus ik doe gewoon enkele plaatjes gebruiken, waardoor je ook nog delen overhoudt van de plaatjes. Even kijken hoor, dat zijn deze. Nou, ik heb op de roze box met deze gewerkt, dus daar gaan we ook mee aan de gang. Even kijken, ik heb hier een iets groter schaartje. Dan ga ik hem eerst even netjes even ertussendoor. Dan kan ik ook de andere bloemen niet beschadigen met het uitdrukken. Want anders dan druk je de ene uit, scheur je misschien door en dan is de andere kapot. Dat zou zonde zijn. Dus ik maak altijd, als ik met de poezout werk, altijd even stroken. Dan kan ik altijd makkelijker werken.
met die poes uit. Dan kan ik ook alle losse stukjes gelijk eromheen kan ik weghalen. Zo. En deze. De andere twee die gaan netjes opzij. Die zijn voor de andere creaties. Goed. Deze leg ik even opzij. Dan gaan we natuurlijk eerst alle plaatjes uitdrukken. Voorzichtig. Niet te hard drukken. Rustig aan. En als je twijfelt, doe het dan gewoon met een mesje of een schaartje. Zodat je gewoon niks scheurt. Zeker bij de kleinere elementen die dan verderop komen. Dan is het wel handig dat je gewoon even dat met een mesje doet. Zo. Even de gekkigheidjes eraf snijden. Of afknippen, dat kan natuurlijk ook. Hier zit nog een raar puntje. Nou, hier zit er nog één. Zo. Dat is één. Dan hebben we deze. Kijk, nu heb ik gewoon alle ruimte om lekker te frutten en lekker te drukken en te doen. Je kan ze ook neerleggen en op deze manier uitdrukken. Dat is net wat je zelf prettig vindt. Het voordeel wel is, je hoeft natuurlijk niet te knippen. Je bent sneller klaar ook. Als jullie denken, wat snuffelt ze? Of wat, ben niet verkouden, maar ik heb een beetje een ontsteking in mijn neus zitten. Dus dat kan je af en toe een beetje horen. Daarom klink ik ook een beetje nasaal af en toe. Dus, maar dat zit al een tijdje. Oké, deze is ook klaar. Dan gaan we weer het schuintje pakken. Zo. Deze. Dus. En deze. En hier nog een klein beetje af. Zo, een beetje die rare friemeltjes eraf. Goed, dit kan er dan af, dat kan weg. Nou, en wat we eigenlijk voor dat labeltje nodig hebben, dat is die groene vlinder, zeg maar. Dus die hebben we voor het labeltje nodig. Dan hebben we die bloem nog. Hoi, sorry, te laat. Maar kijk ook later terug. Maar blijf nu lekker kijken. Gezellig, Julia. Hebben we nog meer vragen? Nee. Heb ik iets gemist, Vincent? Want jij ziet wel alle reacties. Nee, hè? Oké, Vincent is ook op jullie vragen aan het reageren. Dus we zijn met twee man sterk. Staan we klaar om jullie vragen te beantwoorden. Ik ben natuurlijk, tussendoor zit ik ook naar mijn werkstuk te kijken. Dus ja, ik zie niet alles voorbij komen, maar wel een hoop. Zo. Nou, deze nog even een beetje bijwerken. Zo. Nou, deze is bijna klaar. Oké, we gingen door met het vlindertje. Nou zit er bij het setje, even kijken hoor. Daar zit natuurlijk van die foampetjes, hè? Die vierkantjes. Dat is altijd makkelijk, dan heb je lekker alles bij de hand. We hebben ook niet de hele dikkers. Hè? Je hebt nog dunner hoor, maar als je heel dun gaat, dan zie je bijna het verschil niet op het doosje. Dus dit is een mooie dikte. En we hebben dus één vlinder nodig. Oh, ik zie hier nog een vlindertje. Zo. Even kijken. Twee dotjes is zat. Nooit eentje, want als je eentje doet, dan gaat die vlinder draaien op je werkstuk. Dan heb je kans dat als je hem beweegt, dat hij wegdraait. Dus altijd twee dotjes of twee keer foam tape. Zo. Deze is ook klaar, dus die kan ook even opzij. Dankjewel weer, Sanny. Leuk om je twee dagen achter elkaar te horen en te zien. Oh, leuk. Moet nu weg, dus kijk laatste stukje. Nou, Martine, goed zijn zusje ook. Schoonzus. En hopelijk gaat alles goed met de baby. Anita zegt, prachtig designpapier, lekker zonnig. Ja, het is zo'n leuk setje. Hallo Lena, gezellig samen te kijken. Aline is er weer, gezellig Aline. Goedemiddag, beetje laat. Oh, dat geeft niet door, Stefanie. We zijn bezig met het doosje uit het pakket. En dus daar gaan we nu mee verder. We hebben net twee labeltjes gemaakt. Nou, dan kan je natuurlijk terugkijken strakjes als de live-uitzending klaar is. Hoe we dat gemaakt hebben. En dan gaan we nu verder met het doosje decoreren. Nou, op deze kant heb ik gewoon de hele grote bloem gedaan. En ik ga ik nu aan deze kant zetten. Zodat ik dadelijk als ik ga plakken dat die grote bloem niet in de weg zit. Dan hebben we weer de foamdotjes nodig. Eentje hier, eentje daar. Probeer er ook niet overdreven veel te doen. Ik zie nog wel eens op beurzen ook dat mensen hem helemaal vol plakken. Elk dingetje wat je toevoegt heeft gewicht. Nou is met dat doosje, ja, heel eerlijk, ja, dat doe je niet versturen. Of je moet hem plat versturen. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je hem gewoon plat in een envelop doet.
En dat de ontvanger hem zelf in elkaar moet zetten. Maar als je een doosje, ja, die ga je vaak niet versturen. Maar elk dingetje wat je erop plakt, voeg je gewicht toe. En ja, dat is natuurlijk zonde als je het wil versturen. Dan gaan we naar deze toe. Hier hebben we het labeltje en deze bloem. Dus die gaan we er ook even op plakken. Dit labeltje. Even twee van die foamdotjes. Zo. Hier zit een beetje schuim. En deze, die zit hier. Ook twee. Meer is echt niet nodig. Want hij loopt er niet af. Het gaat er niet af. Zo. Deze doen we een beetje recht. Oké. Okay. Dan hebben we deze. Dat is dan op deze kant. Daar zit deze op. Dus die gaan we er ook even op werken. Ook dan weer niet te veel. Gewoon 2, 3, 4 dotjes. Nou, 3 is in dit geval genoeg. Het gaat meer omdat hij gewoon vast zit. En deze doen we een beetje zo. En dan hebben we de laatste. En je ziet als het plat is dat het toch een stuk makkelijker om te decoreren is. Nou, bij de laatste doen we deze. Zo. 2 foamdoemetjes. Zo. Deze doen we zo. En dan hebben we deze bloem nog over. Nou is het zo dat ik heb deze bloem heb ik hier in het midden gebruikt. Maar dat is natuurlijk te groot. Dus we gaan even dat kleine bloemetje gaan we eraf knippen. En die gaan we gewoon, hoppa, zo. En dan knippen we hem nog eentje. Nou, bijknippen kan natuurlijk niet. Maar we doen hem even fatsoeneren. Dat hij een beetje een natuurlijke verloop heeft zo. Zie je? En dan plakken we dit gewoon op. Wat ik al zeg, we gebruiken elk stukje. Altijd 2 dotjes, nooit eentje. Want anders dan gaat het wegdraaien. Ik zie hier nog een aanhechting zitten. Dus ik knip er nog even weg. Zo. Oké, dan hebben we in principe het doosje nagenoeg klaar. Nou, dan gaan we hem in elkaar zetten. En dat zei ik al, dat doen we natuurlijk met de sticky tape. Zo. Even een beginnetje zoeken. Hier zo. Nou, je hoort misschien op de achtergrond de herrie. Maar dat is echt van de materialen die allemaal ingepakt worden op dit moment. Er worden karren met materiaal aangebracht. Er worden dozen ingepakt. Er staat al een hele grote pallet of 2 klaar voor de DPD. Dus ja, het is, ze zijn lekker bezig met alles inpakken, alles uitzoeken. En deze. Vandaag ga ik ook de knipvellen opsturen van de Big Guys die ik vorige keer verloot heb. Dus dat ligt op mijn bureau klaar om verzonden te worden. Zo. Als je hem nu zo plat klapt, op deze wijze, en dan de andere erop drukt, dan kan je hem precies zo oplijnen dat hij mooi op elkaar valt. En deze ook. Dan heb je hem, hoef je niet te hangen, dan zit hij altijd goed. Zo. Nou, wat je dan kan doen is, je kan natuurlijk deze nog even open laten en dan eerst hierboven mee aan de gang. Nou, voor mij is dit gewoon een showmodelletje, dus ik doe hem gelijk aan de onderkant dicht. En dan doe je eigenlijk door die klepjes naar binnen te vouwen. Zo. En deze vouw ik even weg. En dan ga ik op 1 klepje, zet ik tape. En ook dan nu weer van dat sticky tape. Ziet er mooi uit, Sunny. Marga, hallo Marga. Even kijken, wat geleerd. Altijd 2 dotjes, anders draait het weg. Ja, anders dan heb je kans dat je vlindertje of je bloemetje of wat dan ook gaat draaien. En dan draait hij zeg maar van je kaart weg, omdat hij te weinig steun krijgt. Dus vandaar altijd 2, even een slokje pakken. John is ook aan het kijken. Hallo John, gezellig dat je meekijkt. Dat is mijn vriendje. Ja, moet je ook in de gaten houden. Vriendje, kusje. Dus, even kijken. Hoppa. Zo. Met sticky tape heb je altijd dat het allemaal zo lekker statisch is. Dus dan blijft dat rode beschermfolietje altijd zo plakken. Nou, je vouwt hem gewoon dicht. En hoppa, netjes
op deze manier. Wat ik dan zelf altijd doe, is nog even met een schaar even de boel aandrukken. Zo. Oké, dan heb je dus nu het doosje. En dan kan dat doosje kan dus zo dicht. Op het moment dat je hem nu dicht maakt, blijft er dus een gat in. Vandaar dat ik hier gekozen heb om er een afdek vierkantje in te doen. Zodat hij gewoon, zodat het mooi afdekt. Nou is het zo dat als je dat doet, dat je dan allemaal tongetjes en hartjes en lachjes. Vincent, ben jij bezig? Ja, Vincent is weer bezig. Als je dat doet, dan staat natuurlijk het doosje hier, is dit natuurlijk schuin. Dus als ik dat gewoon met gewone tape zou doen, dan zou iedere keer dat kartonnetje loskomen. Dat is dan weer het voordeel van het foamtape, is dat het natuurlijk een beetje kan bewegen, zeg maar. Dus deze doen we erop. Dus ik doe gewoon overal een dotje op. En bij elkaar zijn dus vier dotjes, dus het draait niet weg. Zo. Nou, die is alvast voor de. Je kan hem dus in dit stadium vullen met wat je wil. Je kan natuurlijk ook de onderkant open laten en dan daar zeg maar vullen. Of, hè, wat ik al zei, je kan de twee aan elkaar plakken op deze manier. En dan heb je een toffee-doosje, is ook leuk voor een tweeling, dat je bijvoorbeeld twee aparte zet. Oké, mijn muis zit een beetje vast. En dat blijft dan wel zo zitten. Ja, dat klopt, dat blijft gewoon zitten. Kijk, dit doosje doe ik dadelijk met een stukje touw. Dus ik doe er dadelijk nog een touwtje omheen. Zeg maar om de boel gewoon goed vast te knopen. Want anders dan veert hij iedere keer omhoog. Ik ga een stukje touw pakken. Zo. En die maak ik ook weer dubbel. Dat is leuk dat dat touw erbij zit. Daar kan je natuurlijk heel veel leuks mee doen. Zo. Nou, even een knoopje. Dan heb ik wel Vincent zijn vinger nodig. Nou, het gaat wel hoor. Vincent, blijf maar zitten. Zo. Even een knoopje erbij. Hoppa. Zo. Ja, dan hebben we het roze karton nodig. Kijk, en dan is het altijd even belangrijk dat je zelf even meet hoe groot die binnenkant is. Want soms, als je hem strakker aantrekt of meer opener zet, dan wil het nog wel eens dat het ietsje wijkt. Dus dat er verschil in zit. Ja, meestal zet ik hem op 5,8. Zeg maar 5,8 bij 5,8 ongeveer. Zo, zeg nou goed, 5,8. Ja, 5,8 bij 5,8. Dus dat ga ik even afmeten. Mijn potlood. 5,8. En hier ook 5,8. Zo. Eventjes een lijntje trekken. Ik weet niet of dat in beeld te zien is. En dan doen we hier 5,8. En hier 5,8. En dan hebben we hier ook deze. Zo. Nou, dat snijden we even uit. Niet in één keer snijden, altijd in stukjes. Want als je in één keer gaat snijden, dan heb je kans dat je mes wegschiet. Of dat je een hapering krijgt in je snijgebied. Ja, of op je karton. En dat wil je natuurlijk niet. Nou, dan heb je een leuk kartonnetje. Dat kan er gewoon netjes in. En dat druk je even aan. Dus ook even op die dotjes even aandrukken. Dat die mooi blijft zitten. Nou, dan pak je natuurlijk het bloemetje wat je over hebt. En ook hier zo. Hier eentje. Twee. Gewoon een beetje op strategische plekjes. Zo. En die kan er dan mooi in. Ja, en waar ik zelf heel blij mee ben, dat is dat die plakpareltjes erin zitten. En waar zijn ze gebleven? Kijk, ik ben natuurlijk heel blij dat die plakpareltjes erin zitten. Want ja, ik vind dit toch wel een hele goede aanvulling op de box. En daarmee maak je het gewoon net helemaal af. Normaal ben ik helemaal fan van enameldot.
Maar ik vind dit ook wel super gaaf. Even kijken hoor, hebben we nog... een prikpennetje haal ik hier eventjes uit. Hoppakee. Nooit met je handen aanraken. Altijd met een prikpennetje. En dan ga je gewoon eigenlijk de box gewoon versieren. Ik begin hier. En dan ga je gewoon, waar jij denkt van nou dat is mooi, daar ga je er gewoon op doen. Ik heb gewoon per creatie heb ik één rijtje gebruikt. Of tenminste twee rijtjes, maar in ieder geval één kleur. En om zo op die manier ja, her en der een accentje aan te brengen. Zo. Hier eentje. Hier eentje. Zo, hier in het midden eentje. Oh, hou niet het hele velletje mee. Hupsakee, dan gaan we weer draaien. Eentje hier zo. Nou, zo zie je dat hij gewoon door die pareltjes krijgt hij gewoon helemaal een beetje body. Even een klein lintje eraan. Ja, dat kan ook. Leuk. Klopt. Daarom ook niet te veel dotjes. Dan trek je het gemakkelijk los. Ja. Eerst een doosje vullen lijkt me voor je dekseltje dichtmaakt. Ja, dat kan. Of de onderkant. Maar dat had ik net ook al gezegd. Waarom mag je de dotjes aan de onderkant niet aanraken? Omdat je vingers vaak vetter zijn. En doordat ze vetter zijn, dan, besmet je eigenlijk die plaklaag die eronder zit. En dan kan het zijn dat ze niet goed meer plakken. Dus dat ze weer op een gegeven moment van je doosje afvallen. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Dus vandaar dat ik altijd zeg, joh, doe het gewoon met een prikpennetje, raak ze niet van onderaan. Dus ik hou vaak met mijn vinger de bovenkant vast even tegen, dan kan ik hem zo opscheppen, zeg maar. En zo pak ik ze dan op. Nou, dan zijn we rond. En dan moeten we hier binnen nog een paar. Dus die heb ik ook gewoon willekeurig gedaan. Gewoon eentje hier. Eentje daar. Zo. En waar is nog meer plek? Nou, bij de vlinder is er nog eentje. Nou, dan kan er nog wel eentje bij, want ik heb nog meer over. Dus, hoppa. En dan kan hier in het hoekje nog eentje. Zo. Ja, en dan is eigenlijk het doosje af. En je ziet hoe simpel het eigenlijk is. Maar het is eventjes het doosje in elkaar zetten. Ik doe 0,5 mm kleiner dan de vlakken van het doosje. Dus wat ik al schreef, ik zal even dat papiertje weer bijpakken. Het doosje is 6 bij 6,3. Dus ik doe de vlakken, doe ik 5,8 bij 5,5. Ja, en die strook, even kijken, waar is mijn pen hier? Die strook, die heb ik 2 centimeter bij 5,5. Dus het is niet zo heel moeilijk, maar je moet even weten hoe of wat. Dus... Ja, dit is, het lijkt moeilijk, maar het is niet. Nee, het is absoluut niet moeilijk. Maar alleen doordat je de plaatjes zeg maar, nu enkel gebruikt, dus niet dubbel, maar enkel. Ja, dan kan je natuurlijk heel veel, op heel veel manieren dat doosje versieren. Aan alle kanten heb je nu al wat leuk zitten. Hé, ik zie hier dat ik er nog eentje vergeten ben. Ja, ik zie hier dat ik nog 3 vergeten ben. Nou, die pakken we er nog even bij. Zo, ik doe hier nog even 2. Er zit een bloemetje voor. Zo. Nou ja, zo heb je een heel leuk doosje. Ik heb hetzelfde gedaan met het paarse doosje. Paarse doosje heb ik met de glitterkarton gewerkt. En dan ook met dit knipvel. Even kijken. Ja, met dit knipvel. Ik heb alleen hierbij heb ik die cirkel erachter weggehaald. Dus ik heb dit losgeknipt en ik heb dit losgeknipt. Omdat de cirkel vond ik te groot voor het doosje, dus heb ik dat gedaan. Hoe maak je het open? Nou, je kan het het kartonnetje eruit halen. Dat kan natuurlijk. Of de onderkant. Maar voordat je hem gaat dichtplakken, doe eerst je cadeautje erin en dan pas dichtplakken. Zouden jullie de link willen plaatsen van die plakdotjes? Heb je het dan over deze, Monica? Ga maken voor mijn moeder als ik haar binnenkort weer mag zien. Ja, daar is die wel heel erg leuk voor. En ze doet een paar bonbonnetjes in of doet er van die snoepjes met hartjes in. Is een prikpen verschil in dikte? Even kijken. Is een prikpen in verschillende diktes en een embossingpen? Ja, die nu gebruikt. Ja, dit is een prikpen van X-Cut. Net als vroeger had je van die pennen waar je verschillende kleuren uit haalde, zeg maar. Verschillende kleuren, hoe heet dat? Pen, inkt. En hier zitten gewoon verschillende bolletjes in. Dus deze had ik vorige keer ook al laten zien. Hier zitten allerlei verschillende maten in. Dus dikkes, dunnes. En er zit het rode dingetje, gevaar, is het prikpen.
Dus ja, ik vind het zelf een handig dingetje. We hebben hem op dit moment niet meer op voorraad. Maar misschien dat hij gewoon nog wel in hobbywinkels te krijgen is. Dus ja, ik vind het een heel leuk. Nee, ze bedoelt de pareltjes. Oké, de pareltjes. Die hebben artikelcode. En misschien kan Vincent dat tegelijk inzetten. Artikelcode CDEAP004. Ja, CDEAP004. En CDEAP001. Dus dat zijn de kleurtjes die erbij zitten. Dus Hanna, ik hoop dat ik jouw vraag beantwoord heb met hoe maak je het open. Degene die het krijgt, die kan hem natuurlijk openmaken door de onderkant eruit te halen of het kartonnetje eruit te trekken. Ja, zeg ik voor jezelf, voordat je hem dichtplakt, vul je hem eerst. En wat ik al zeg, je kan hem natuurlijk gewoon zo aan elkaar plakken en een designpapier over de hele lengte doen, waardoor je dus ook... ja, je kan ook een pincet gebruiken voor de parels, inderdaad. Je kan natuurlijk over de hele lengte designpapier doen en dan heb je gewoon zo'n toffe box. Dus dat kan natuurlijk ook. En wat ik al zeg, dat is leuk voor een tweeling of voor een man en een vrouw. Dat je hem aan elkaar plakt, dat je voor elk wat aparts erin doet. En dat je bijvoorbeeld hier een mannen aankleding doet en daar een vrouwen aankleding. Dus net wat je zelf leuk vindt. Deze doosjes zitten in de boxcards. Heb je ze al gevonden, Vincent, of niet? Want ze zitten in een van de boxcardboeken. Nee. Daar gaat Vincent nog even naar kijken. Maar hoe heet dat? Daar zitten er dan ook meer in van deze doosjes. Er zitten ook andere doosjes bij. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Dus dit zijn de doosjes. Eigenlijk werkt het allebei hetzelfde. De maten zijn hetzelfde. Alleen hier heb ik het glitterkarton voor gebruikt. En ook hier heb ik gewoon stukjes uit de rand geknipt. Kijk, op het moment dat ik... dit is een stukje tekst vanuit... even kijken hoor. Kijk, hier heb ik gewoon zo'n stukje tekst gedaan. Vanuit hier. Die zit er ook bij. En ja, van de rest ook weer hetzelfde labeltje. Ja, gewoon weer uit de rand waar het doosje ook uitkomt. En ja, dus dat is eigenlijk het verhaal. Donderdag gaan we de volgende creaties live doen. En dan gaan we stansen. Donderdag gaan we deze twee creaties bespreken. We gaan één van de twee maken. De paars of de roze. Moet nog even kijken. Ik denk zelf dat ik de roze ga doen. Want ik ben gek op roze. Dus, maar goed, dan gaan we deze twee laten zien. En... ik zie een grote hand. Boxcards 3. Boxcards 3 hoor ik net. Ze zitten in Boxcards 3. Dus dat is een boek. En daar zitten meerdere boxjes in. Dus daar kan je ze ook uithalen, zeg maar. Deze die wordt dan volgende week maandag gedaan. Dus deze donderdag. Deze volgende week maandag. En dan ja, hoop ik jullie donderdag weer te zien. Ik vond het erg leuk. Dank jullie wel voor het kijken. Wil je nou nog de box hebben? Hij is gewoon nog te bestellen. Vragen naar bij je hobbywinkelier, bij je hobby speciaalzaak. Ik zal deze even opzij leggen. De box, dat is 23 delig. Hij is normaal, zitten er materialen in ter waarde van €35. En hij is, de adviesprijs is €19,95. Dus hij is gewoon te bestellen bij je hobby speciaalzaak. Vraag ernaar. Ja, zeg ik, het is gewoon een hele leuke box om te hebben, om lekker mee bezig te zijn. En alle materialen zitten erin die je nodig hebt. Dus ik wens jullie een fijne dag nog vandaag. Heel veel plezier en dan zie ik jullie sowieso weer donderdag. Tot donderdag!